Hartelijk welkom Hans, hier in deze mooie Vanitas setting. Voordat wij samen in gesprek gaan, wil ik je vragen of jij deze zandloper voor ons om wil draaien. Dan zitten we meteen in het thema tijd, om het maar zo te zeggen. Dank je wel. Dankjewel. En dan zou ik zeggen, neem gezellig plaats. Dankjewel. En dan kunnen wij de mondkapjes af. En dat vergt enige behoedzaamheid met onze microfoontjes. En het is gelukt. En het is gelukt. Fijn dat je er bent, Hans. Dankjewel. Ik zou zeggen, een kleine introductie over wie Hans is, zou wel welkom zijn voor de mensen en de kijkers thuis. Hans is fotograaf. Hans is papa. Hans is opa. Hans is getrouwd met Paula al heel lang. 38 jaar. En ik heb twee kleinkinderen. En ik heb er wel zin in. Nou, wat leuk. Voordat wij even in gesprek waren met elkaar, zei jij, want jij bent verantwoordelijk voor die prachtige fotoserie die helemaal door het Vastwel-project heen aandacht vraagt. Er is ook een hele mooie fotoreportage waar mensen gewoon coronaproof kunnen gaan kijken. Absoluut. Ja. Maar jij zei tegen mij, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Ik heb iets anders wat ik onder de aandacht wil brengen. Ja, ik vind het project, het fotoproject op zich, nou, dat spreekt voor zich. Hè? Daar kan iedereen mee doen wat hij wil. Dat is eigenlijk veel meer geworden als dat ik ooit had gedacht. Dus dat is een prachtig succes. Maar een van de dingen die in deze tijd ook wel heel erg aan mij knaagt, dat is dat we ongelooflijk veel klagen. En ik denk, nou, dat is wel een mooi onderwerp hier in deze setting. Het klagen. Een beetje inherent aan de mens, denk ik. Het klagen. We doen het allemaal, hè? We doen het allemaal. We doen het dagelijks. We doen het doorlopend. Maar het is wel heel prettig als je eens een keer stilstaat bij klagen. Om eens heel even na te denken waar je over klaagt. En of het wel terecht is dat je klaagt. En rondkijkend in deze mooie wereld, wat we allemaal hebben. En dat we eens een klein beetje tevreden kunnen zijn. En kunnen genieten van de dingen zonder altijd te klagen, te morren. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik met dit anti-klaagboek van goede kennis van mijn Bart Vlos hier eens even neer wil leggen. Nou, vertel eens, wat inspireert jou nou zo in dat boek om je bewust te worden van, mag ik het zo zeggen, je eigen klagen? We hebben al geconstateerd, we klagen allemaal. De inspiratie, dat zit hem in het fenomeen dat, ik denk dat dat ook een beetje komt door de moderne tijd waarin we leven. Ja. En dat klagen in een beetje samenhangt met tevredenheid. We willen steeds meer, we willen steeds meer. En op het moment dat we er niet krijgen of niet kunnen verkrijgen, dat je dan heel snel gaat klagen. En we hebben natuurlijk klagen en we hebben natuurlijk morren en we hebben chagrijnen en we hebben protesteren. En dat zijn allemaal verschillende dingen van klagen. En dan zeg ik, in alle mooie dingen die ik in mijn werk meemaak, probeer nou eens een keer te zien dat het goed kan zijn. Dat het niet altijd meer hoeft te zijn en dat je niet altijd hoeft te morren. Dat is eigenlijk de inspiratie wat in dit boek wordt aangedragen. Hoe dat je daarmee om moet gaan of mee om kunt gaan. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik in dit verhaal wil brengen. Nou is het natuurlijk zo dat alles begint bij bewustwording. Wanneer is het moment gekomen dat jij dat boek op je pad krijgt en dat jou eigenlijk die bewustwording voor ogen kwam? Ik geloof niet dat het één punt is geweest of zo. Niet. En zoiets dat is bij mij in ieder geval wel geleidelijk gegroeid. Je ziet, nou, dat ziet iedereen in zijn leven, mensen die zich doodlopen op
hoe noem je dat, inhaligheid. Mensen willen steeds hebzucht. Ja. En je ziet ook mensen die op een hele prettige manier door het leven heen stappen en al die zaken niet hebben. Dan denk je, hey, die man of die vrouw, die lijkt een heel stuk prettiger als al de gejaagdheid, het najagen van geld, het najagen van wilde. Dat is zoiets dat gaat. Ik zie natuurlijk, ik heb als fotograaf natuurlijk ook heel veel gezien. Ja, je komt bij bedrijven en je komt bij particuliere mensen, je komt bij instituten enzovoort enzovoort. Ja, je komt met mensen in aanraking die van verschillende gezindten zijn. De ene die is heel werelds, de andere is heel streng gelovig, de andere is heel introvert, de andere is heel uitbundig. Ja, en dus dat proces, dat komt geleidelijk. Dat is toch een beetje ervaring, wat je levenservaring, wat je meekrijgt. En dan is mijn karakter, denk ik, zo ingesteld dat er op een bepaald moment iets is geweest van, het is goed, niet te veel zeuren, let nu eens een keer op je woorden, probeer het eens een keer van de positieve kant uit te bekijken, ga niet altijd het zwartgallige op zitten zoeken, ga niet overal tegenaan lopen trappen. En ik weet dat het heel belangrijk is, ook weer met mijn werk. Als je portretteert, en even terug te komen op die foto's, dan moet je natuurlijk ook wel aan de andere kant van die camera iets doen om te zorgen dat het dat de ander opengaat. Ja. Die moet ook zichzelf op dat moment de kans krijgen om zich open te stellen, bloot te geven. Dat is wel belangrijk. Ja. Want die foto's die maak je natuurlijk niet zelf. Nee, dat doe je met z'n tweeën. Ja. Ja. Dus dat is mijn verklaring voor het anti-klagen. Dus eigenlijk zeg jij van door mijn levensloop heb ik gewoon ook meer perspectieven, bredere perspectieven ontwikkeld. Waardoor ik nu juist hierin heel veel inspiratie tegenkom van, oh ja, dat is eigenlijk ook wel een hele mooi beeld om er op die manier naar te kijken. Absoluut. En het is natuurlijk ook het spiegeltje. Ja. Want op de manier waarop het geschreven is, word je geconfronteerd met je eigen zwakheden. Ja. En dat is natuurlijk de kunst van de schrijver die dat op een hele speelse manier opschrijft. En dan kom je toch weer in, word je herinnerd aan gebeurtenissen, situaties en denk je, ja, stop nou even, dit doe je zelf ook. Of ik herken mezelf daarin. En de oplossing wordt ook gedeeltelijk natuurlijk in dat boek gegeven, want hij vertelt ook hoe je daarmee om moet gaan. En dat is ongelooflijk logisch, maar je bedenkt het zelf niet. En zo is het natuurlijk dikwijls met een boek of iemand die een lezing geeft of een voordracht. Ja, het zijn gewoontes, hè, wat er insluipt. Ja. Het zijn gewoonten die insluipen in je leven. En als je dat spiegeltje nooit krijgt, dan word je je ook niet bewust van die gewoonten. Ja, dat klopt. En we hebben natuurlijk, we leven ook in een tijd dat het ongenoegen zonder beperkingen over het internet geslingerd worden. Ja. En we mogen alles tegen elkaar roepen en schreeuwen. Het gaat dikwijls veel te ver. Denk ik, ja, waarom moeten we nu het medium wat we dan kennen, waarom moeten we dat gebruiken om alleen maar lelijk te doen? Of alleen maar te klagen of alleen maar te morren en te chagrijnen? Het is vandaag een prachtige mooie dag met weer. Een hele mooie omgeving, prachtige setting. Ja, de prachtige setting. Ik hoop dat we hem nog lang mogen bewaren. Hoor ik jou nu eigenlijk zo zeggen dat je zegt van, mensen, kijk eens naar wat er wel is. En in plaats van het te kijken naar wat er allemaal niet allemaal is. Ja, is dat een beetje je boodschap? Ja, dat is toch wel de essentie, denk ik. Is de essentie, hè? Ja, dat is absoluut. En dat past ook deze vaste tijd en van tijd en eeuwigheid, past het ook prachtig in. Want ik heb in ieder geval nog heel bewust die vaste tijd meegemaakt. Hè, met het snoeptrommeltje wat gevuld werd tot het eind van die vaste tijd. Dat heeft met
een beetje de discipline, het tevreden zijn met wat je op dat moment hebt en later de beloning krijgen. Ja, dat is in deze tijd is dat een onbekend fenomeen geworden. En dat snoeptrommeltje, dat staat natuurlijk eigenlijk voor hetgeen waar we het nu over hebben. En dat is die tevredenheid, die zoektocht naar jezelf. Af en toe een keer voor die spiegel gaan staan en jezelf bedenken. Het is goed zo. Het is mooi. Het zijn prachtig afrondende woorden. Nou, het is goed zo. Kijk, de tijdloper, de zandloper heeft ons ook al bepaald. Het gaat snel, hè, die 10 minuten. Ja. Ik wil jou vragen of jij de 24 uur zandloper ook voor ons om wil draaien naar het volgende gesprek toe. Dat gaan we doen. Dat mag je doen om hier achter te gaan staan. En deze om te draaien. We gebruiken hiervoor deze hele grote. Dat is de 24 uur. Ja, hij is anders dan nodig. Deze die gaat ondersteboven? Ja, die gaat ondersteboven. Oh. Nou, dat is foutje in de riggie. Dit is gerepareerd. Dit is gerepareerd en het gaat gewoon helemaal goed komen. Dat gaat helemaal goed komen. Zo. Is dit voldoende? Dit is voldoende. Okay. Handen schudden, dat doen we even niet. Maar ik wil wel zeggen, dankjewel voor dit mooie gesprek. En je weet het, ik heb het boekje al besteld. Ik heb het boekje besteld. Dankjewel.